Tine, dat kan niet. We zijn een weekje in Cyprus. Hoe is de week verlopen voor jou en hoe is het bevallen? Ik denk dat we in het begin wel wat moeilijke start waren qua wedstrijdgericht dan. Maar ik denk dat de week op zichzelf dat we heel veel gevorderd zijn. En dat we zeker heel positief moeten terugkijken naar deze stage. Ja. Je ziet het team ook groeien. De eerste verliesmatch, ook pas hier, dan gelijkspel. Hele mooie overwinning in de laatste wedstrijd. Dat geeft alleen maar perspectieven naar de toekomst. Ja, sowieso. Zoals ik zei, ik denk dat we inderdaad wat minder gestart waren. Maar ik denk dat als je vanaf de tweede helft tegen Tsjechië, dat we alleen maar de lijn hebben doorgetrokken. En ik denk dat we een heel sterke wedstrijd spelen qua organisatie tegen Spanje. En ik denk tegen Oostenrijk hebben we het gewoon afgemaakt. En ik denk dat we echt wel positief naar deze wedstrijd kunnen terugkijken, naar deze stage kunnen terugkijken. Ook heel belangrijk naar de toekomst toe, want de nabije toekomst brengt wedstrijden thuis tegen Portugal, uit naar Italië, misschien wel de cruciale match. Dan heb je zoiets als dit nodig. Ja, klopt. Ik denk dat dit de perfecte voorbereiding eigenlijk is op deze twee heel belangrijke wedstrijden. Want het zijn ook echt wel twee belangrijke wedstrijden. Dus ik denk dat we eerst moeten kijken naar de wedstrijd thuis tegen Portugal. Ik denk dat we ons daar eerst moeten op focussen en die proberen zo goed mogelijk af te ronden. En ik denk dat we dan kunnen kijken naar de wedstrijd in Italië. Ja, Italië laat hier tenminste wel een vrij sterke indruk. Ja, klopt. Italië laat inderdaad een heel sterke indruk. Ik denk dat we subiet ook met z'n allen naar de finale gaan kijken. En ik ben eigenlijk ook wel eens benieuwd. Want Italië zelf, qua ploeg, ken ik niet zo. Dus ik ben heel benieuwd en we zien wel. Hoe slopend is een seizoen met heel wat interlands? En nu een play-off die aankomt in België. Hoe slopend is dat voor speelsters? Want uiteindelijk moeten jullie nog naar school of werk of wat dan ook. Ja, ik moet inderdaad nog naar school en soms is het wel komt je wel wat tijdstekort en is het wel een beetje van één naar daar gaan en is het wel wat vermoeiend. Maar ik denk dat al bij al wel nog meevalt, voor mij persoonlijk dan. Maar ik kan wel geloven dat voor sommige mensen die elke dag moeten gaan werken en die je dan s'avonds naar training moet en dan moet spelen twee keer in de week of zo en dan een nationale ploeg, dat wel vermoeid kan zijn. Ja, ik zou zeggen dan in ieder geval heel veel succes de komende weken en laten we maar hopen met de Red Flames dat we 6 punten pakken tegen Portugal en Italië. Ja, dat hoop ik inderdaad ook. Maar ik denk dat we eerst moeten kijken naar de wedstrijd van vandaag, dat we die zo goed mogelijk moeten afronden en dat we dan volle focus naar Portugal moeten gaan.